De agrarische sector in Nederland, en dus ook in Flevoland, staat voor behoorlijke uitdagingen. Als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie en de stikstofcrisis staan boeren voor een grote opgave om de landbouw te verduurzamen. Dit betekent investeren in nieuwe middelen en technieken om energie, grondstoffen en water beter te benutten en daarmee de uitstoot van onder andere broeikasgassen te verminderen. Elektrisch beregenen biedt kansen in deze transitie. De provincie wil daarom experimenten met waterbesparing en elektrificatie in de landbouw ondersteunen en de opgedane kennis verspreiden onder haar boeren. Om die reden is adviesbureau Acacia Water gevraagd twee projecten te monitoren van ondernemers die al geheel elektrisch beregenen en die deze elektriciteit ook nog eens duurzaam opwekken. Op deze locatie bij Boer de Winter wordt beregend met een haspel, dus op de traditionele manier. Maar het grote verschil is dat er gebruik wordt gemaakt van een elektrische pomp in plaats van een dieselpomp. Voorheen hadden wij hier dus de dieselmotor staan met de grote pomp, die toch wel een meter of 10, 12 het water moest opzuigen. Het moment dat je dat opzuigt, dan ben je eigenlijk al 60-65% van je energie kwijt. De elektrische pomp die ligt hier een 12 tot 14 meter in de grond, in het water. En dat geeft een enorm voordeel in de hoeveelheid energie die je daar niet meer voor nodig hebt om het op te zuigen. Daarnaast is natuurlijk dat elektriciteit veel goedkoper is als diesel. We meten hier het elektriciteitsverbruik en het waterverbruik van de haspelberegening. En op basis van die metingen kunnen we objectief bepalen wat de kosten zijn van de beregening. En dan kunnen we een vergelijking maken tussen beregenen met een elektrische pomp en met een dieselpomp. En daarmee kunnen we ook door gaan rekenen wat de vermindering is van de CO2-uitstoot. Ook wordt gekeken naar andere voordelen van de nieuwe techniek en naar de werkbaarheid in de praktijk. Nou, gewoon de bijkomende voordelen is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Het geluid is helemaal weg. We staan nu ook bij de pomp. Je hoort hem nauwelijks. Dat is echt een wezenlijk groot verschil. Maar wat niet onbelangrijk is, dat is de zekerheid van het beregenen. Er zijn nooit accu's leeg om op te starten. Je hoeft nooit geen olie te verversen. Boer Digny van den Dries heeft een ander beregeningssysteem. Hij werkt met druppelirrigatie en maakt daarbij gebruik van drip tape. Drip tape is in feite een watervoerende buis met om de 30 centimeter een klein gaatje. En dat heeft tot gevolg dat als we hem aanzetten, dat deze strook wordt vochtig. En dat betekent dat je dit deel van de grond niet vochtig hoeft te maken en je heel gericht dus het water kunt geven aan het gewas wat hier aan het groeien staat. We hebben hier net gedruppeld en kijk, om de 30 centimeter een vochtige plek. Heel erg gericht op het wortelmilieu en alles ertussen waar die wortels toch niet groeien. Ook geen water. Nou, ik verwacht toch wel dat we hier tot 60% water kunnen besparen. Nou, op deze akker doen we verschillende metingen. Hier heb ik een bodemvochtsensor. Hiermee meten we de vochtigheid van de bodem. Dit is een van de twee type sensoren die in de bodem zitten. Ze hebben ook een vochtspanningssensor. En deze plaatsen we op 20 en 40 centimeter diepte, zodat ze daar meten wat de vochtigheid is van de bodem. Nou, gegevens die we verzamelen, die worden verzonden via dit stationnetje. En die stuurt live de data door naar een dashboard. En die kan je direct inzien op de computer of via een app op de telefoon. Nou, op basis van deze metingen kijken we in hoeverre de beregening te optimaliseren is. Dus op welk moment het echt nodig is om te beregenen. En hoeveel water je daarmee kunt besparen. En tegelijkertijd meten we de hoeveelheid energie die het systeem nodig heeft. Dus uiteindelijk hoe duurzaam het hele systeem is. Druppelirrigatie zoals we dat hier hebben aangelegd is echt veel makkelijker als werken met een sproeikanon. Omdat met een sproeikanon moet je om de havenklap toch de boel verzetten. En hier is de kwestie van alles lichter. Dus het hoeft alleen maar even aan en uit met een knopje. Ja, er zitten natuurlijk ook wel een paar nadelen aan. Dat betreft met name het aanleg van het systeem en het uiteindelijk weer uithalen van het systeem uit het veld. Al met al schat ik dat op 15 uur per hectare. En die stop je er in het begin in. Zo simpel is het.
In 2022 worden de eerste resultaten van de onderzoeken verwacht. Met de verzamelde gegevens kan de provincie boeren informeren over de kosten, baten, uitvoerbaarheid en duurzaamheid van deze en nog een aantal andere innovaties rond elektrisch beregenen. Hiermee hoopt de provincie de Flevolandse boer te helpen met de keuzes om zijn of haar onderneming nog toekomstbestendiger te maken.